altijd al eens een Fokker 100 van binnen willen bekijken? Op Schiphol kan het. Vanaf vandaag is er op de luchthaven een originele KLM Fokker 100 opengesteld voor het publiek. Mooi zeg. Schitterend jongens. Fokker, KLM en Schiphol, dat zijn de drie iconen van de Nederlandse luchtvaart. En wij vonden dat deze een goede plek moest krijgen op Schiphol. Ja, wat is mooi om dat dan op het panoramaterras te realiseren. De Fokker 100 maakt plaats voor modernere toestellen en verdwijnt dan ook uit de vloot van KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft één toestel beschikbaar gesteld. En deze heeft een wel heel bijzondere eindbestemming gekregen. Midden op het panoramaterras van Schiphol. KLM heeft meegewerkt omdat we dit een fantastisch initiatief vinden. Dit is de enige plaats in de wereld waar we een vliegtuig niet alleen op het dak hebben staan, maar ook toegankelijk is voor passagiers, voor bezoekers, voor jeugd. Dus ik ben er apetrots op. Bij de opening was ook een aantal oud-directeuren aanwezig van Fokker. Het bedrijf dat in 1996 failliet ging. Als je dan verder kijkt, dan kijk je tegen de achterkant van de vroegere Fokkerfabriek aan. En dat roept natuurlijk enorm veel herinneringen op. Voor mij als oud-Fokkerman geweldig. Maar ook voor al die mensen die hier straks op bezoek komen. De binnenkant van het toestel is speciaal geprepareerd en ingericht voor bezoekers, met een expositie over Fokker en de mogelijkheid om het bagageruim en de cockpit te bekijken. Ik vind het heel leuk en mijn broer is piloot. Het is voor volwassenen leuk en voor kinderen eigenlijk ook. De Fokker 100 is voor iedereen gratis te bezichtigen op het panoramaterras tussen vertrekhal 1 en 2 op de tweede verdieping. Kijk volgende week op schipholtv.com voor een exclusief kijkje achter de schermen bij de totstandkoming van het unieke Fokker-project.